China wil in 2030 de nieuwe wereldmacht zijn op het gebied van kunstmatige intelligentie. Het land pompt daarom miljarden in projecten en start-ups. Ondertussen zijn er, vooral in het Westen, grote zorgen over de privacy. En in deze China-podcast is daarom onze vraag: moeten wij ons hier zorgen maken over Chinese kunstmatige intelligentie? Mijn gasten, Ed Sander. Hij geeft lezingen, organiseert studiereizen over de digitale technologie in China. Welkom. Dank je. En Valerie Hoeks, sinoloog van China Inroads. Welkom terug. Dank je wel. Ik ben Mark Beekhuis. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door het Leiden Asia Center. Laten we beginnen met überhaupt het woord kunstmatige intelligentie. Of misschien, als jullie willen, mag je ook AI zeggen natuurlijk. Bedoelen we daar in Nederland hetzelfde mee als in China? Voor zover ik weet is er niet een andere definitie van AI, Artificial Intelligence in China, dan dat we hier hebben. Het is in principe het inzetten van hardware en software, computers, om op basis van grote hoeveelheden data daar patronen in te herkennen en voorspellingen te kunnen maken, eigenlijk net zoals het menselijk brein eigenlijk doet. Ik las in een rapport van de WRR hier uit Nederland, dat zijn als computers dingen doen waar mensen intelligentie voor nodig zouden hebben. Ja, inderdaad. Dat is hem, hè? Ja. Dan moet je er wel bij zeggen dat het vaak Het leren van patronen is. Dus er zijn nog heel veel dingen die artificial intelligence natuurlijk niet kunnen doen. Met name cognitieve zaken en dergelijke. Maar ik zie geen verschil in de definitie. Wel in de manier waarop het geaccepteerd wordt in China en Nederland. Hoe ze erover denken, hoe ze het toepassen. Wat jij zegt is de toepassing is natuurlijk wel anders. Ik denk ook dat als we even kijken globaal naar Europa, Amerika en China. China heeft gewoon te kampen met andere type problemen. En is vanuit die hoedanigheid ook bezig met AI. Ze denken over hoe ze de wereld daar beter willen maken en daar gebruiken ze kunstmatige intelligentie voor. Wij dat hier eigenlijk ook? Is dat een? Nee, dat doen wij natuurlijk ook wel. Maar China is natuurlijk decennia lang onze fabriek geweest. En daarmee waren ze heel erg afhankelijk van het Westen. En die afhankelijkheid, dat is iets waar ze echt vanaf willen. En ik geloof dat dat ook een van de grote drivers is achter de hele de AI-ontwikkeling in China. Want wij laten onze chips daar maken. Maar nu ze zelf hun eigen chipindustrie van de grond proberen te krijgen, blijkt dat nog best lastig, hè? Precies. Dat is heel ironisch. Maar vroeger of later zullen ze het vast onder de knie krijgen. Hm? Nou wil Xi Jinping dat China een wereldmacht wordt op het gebied van kunstmatige intelligentie. Ik heb daar helemaal geen beeld bij wat dat is. Als je zegt wereldmacht op het gebied van leger, snap ik. Maar met kunstmatige intelligentie, hoe zou dat eruit zien? Ja, goede vraag. Ik denk dat het eigenlijk wel te vergelijken is met bedrijven als Microsoft, die natuurlijk als eerste opkwamen, die heel erg invloedrijk zijn geworden. Iedereen die gebruikt Windows en dergelijke. Dat uiteindelijk als je algoritmes en concepten met behulp van artificial intelligence, die je in alle sectoren kunt inzetten, als je daar hele succesvolle concepten ontwikkelt en die zou je dan vervolgens ook nog eens een keer kunnen exporteren naar andere landen, dan is dat eigenlijk een soort een nieuwe revolutie, net zoals software en internet. Ja, en AI is ook een middel. Dus het gaat er niet om wat je ermee doet. Dus bijvoorbeeld autonome voertuigen is een van de stokpaardjes van de Chinese ontwikkeling. En daarin zijn ze natuurlijk ook heel erg in strijd met Amerika om daarin de beste te worden. Maar dat is gewoon een strijd tussen verschillende bedrijven. Zo als objectieve buitenstaander, denk ik dan. Maar dat is iets anders dan dat je een wereldmacht bent, zeg maar. Ja, maar je moet je voorstellen, Xi Jinping heeft dat gezegd. Dat betekent dus dat zijn overheid alle bedrijven de kansen geeft om zich als dus zodanig te ontwikkelen. Dat gebeurt niet alleen bij één bedrijf. Dus heel veel bedrijven, dat is überhaupt heel Chinees, die springen in op die kans, want ze weten dat er overal subsidies te halen zijn. En gaan dus op zeer grote schaal aan de slag met autonome voertuigen in welke vorm dan ook. Nou, laat 90% falen. Die 10% is cruciaal. We hebben het beeld dat China ons ver vooruit loopt in de westerse media, is mijn gevoel. Klopt dat? Nou, wat ik ervan weet, maar ik ben misschien kan Ed wat technische input geven. Maar wat ik in ieder geval weet is dat het op dit moment is Amerika nog steeds leading. Maar op het gebied van machine learning bijvoorbeeld is China dominant. En dat heeft te maken met het feit dat er gewoon ongelooflijk veel data in China beschikbaar zijn. Want data heb je nodig als voeding voor AI-ontwikkeling. Dus hoe meer data, hoe meer je kan leren van de data en hoe sneller je ontwikkeling gaat. En data is daar makkelijker te verkrijgen, want minder privacywetten. Ja, data is in eerste instantie, het is eigendom van de overheid. Terwijl het hier eigendom van de consument is. Dus dat is al een heel cruciaal verschil.
Ja, wie er op dit moment voorloper is, dat hangt heel erg af van wie je vraagt. En ook de voorspelling van wie het gaat zijn binnen nu en 10 jaar. Kai-Fu Lee, voormalig directeur van Google in China, die heeft er laatst nog een tijd geleden nog een interessant boek over geschreven. AI Superpowers. En die geeft een aantal factoren aan waarop je kunt afmeten van wie gaat er de koploper zijn. Nou, een van die factoren is talent. Nou, Amerika heeft op dit moment nog groter talent dan China. Maar dat is een factor die je waarschijnlijk relatief makkelijk kunt inhalen. Want er gaan natuurlijk heel erg veel Chinese studenten die gaan richting Amerika om daar opgeleid te worden. Maar er gaan weinig Westerlingen richting China. Inderdaad. Om daar. Dus dat is wel een probleem waar China mee dealt. Het is gewoon niet zo'n heel aantrekkelijke plek om te zitten voor veel mensen. Maar het talent, zeg maar, het inhalen van de achterstand in talent is een van de factoren die relatief makkelijk op te lossen is. Door vacatures met goed betaalde plekken op een mooie plek in het land te organiseren. Dat zie je dus gebeuren, dat er talent naar China wordt gehaald. Dat is niet altijd even interessant, maar het opleiden eigenlijk van mensen tot artificial intelligence engineers en in machine learning en deep learning, dat kun je al laten doen. Dus gaan heel erg veel studenten gaan er naar Amerika toe. Een andere belangrijke factor. Ik hoorde ook dat 2/3 ongeveer van de Chinese studenten die zo'n opleiding en dan nog wat ervaring hebben, dat die dan naar Amerika gaan om daar te werken. En dus verloren zijn voor de Chinese zaak. Ja, steeds minder. Ik heb juist het idee dat er steeds meer Chinese studenten teruggaan naar China, omdat de kansen daar veel beter zijn. Je krijgt ook beter betaald daar. Betaald daar, ja. Dat is een hele bewuste keus. Maar ik onderbrak je. Een ander punt is funding. Dat kan private funding zijn, maar dat kan ook funding door de overheid zijn. Dus wat Valerie al noemde, subsidies die er worden uitgegeven. Is in China is dat vele malen groter dan in Amerika. Ongeveer de helft van de investeringen in R&D en artificial intelligence die worden in China gedaan. En wat Valerie ook al noemde is data. China heeft door de enorme bevolking natuurlijk en door het feit dat er heel veel apps en dergelijke worden gebruikt op de smartphone, heel veel data. Alleen data ligt nog wel een beetje tweezijdig, want enerzijds hebben ze dus heel in de diepte hebben ze heel erg veel data over consumenten, omdat je een bedrijf als Alibaba, die heeft zoveel verschillende apps en zoveel verschillende zaken in hun platform zitten, dat je heel veel kunt achterhalen van wat de consument doet en wil. Maar de kwaliteit van de data is niet altijd even betrouwbaar en het is tot een bepaalde hoogte is het ook beperkt, omdat het eigenlijk alleen maar over Chinezen gaat. En dat is de vraag die je daar dan vervolgens ook uit kunt stellen is hoe exporteerbaar is die AI dan straks? Als je bijvoorbeeld kijkt naar artificial intelligence. Waarom niet? Want die patronen zullen toch. Nou, een voorbeeld is bijvoorbeeld waar China al heel erg ver in is facial recognition, gezichtsherkenning. Maar ze zijn daar met name heel erg ver in bij het herkennen van Han-Chinezen. Gezichten van Han-Chinezen. En veel minder in buitenlandse gezichten. Dus in diversiteit in data is Amerika, doordat het gewoon veel meer gemengde samenleving is met allerlei achtergronden. En dus bijvoorbeeld bij gezichtsherkenning veel meer soorten gezichten. Ik denk dat het in die zin voor China helemaal geen urgente issue is op dit moment. Want hun hoofddoel is binnenlandse problemen oplossen. Hè? En facial recognition bij uitstek wordt gebruikt voor controle door de overheid op de eigen bevolking. Veiligheid, ja. Maar jij zegt dat, maar het hoofddoel was toch voor 2030. En dat is al best wel snel, over ruim 10 jaar... om werelddominantie te hebben op die terreinen. Dus dan denk ik, dan willen ze het ook hier komen verkopen. Ja, maar dat hoeft niet per se de eerste driver te zijn. Ik denk dat onafhankelijkheid een van de belangrijkste drivers is. Want ze zijn in die zin nog steeds heel erg afhankelijk van Amerika, van Europa. En daarin willen zij gewoon voor zichzelf kunnen zorgen. Lees ik het woord werelddominantie met misschien een beetje te veel de Amerikaanse bril? Terwijl ze eigenlijk bedoelen dat als tegenovergestelde van afhankelijk van de rest van de wereld? Nou ja, ik denk dat we gewoon even stil moeten staan bij het feit dat China gewoon een land nog steeds in ontwikkeling is. Hè? En de meeste van ons komen wellicht in de grote steden. En wat we daar zien is een heel ontwikkelde omgeving. En dan denk je, god, ze zijn er toch al. Maar het hele achterland van China kampt echt met problemen. En het hele systeem, het sociale veiligheidssysteem bijvoorbeeld, is nog helemaal niet waterdicht. Daar is nog ontzettend veel voor nodig om dat helemaal
van een leien dakje te laten gaan. En wat je dus gewoon ziet, is dat er heel veel criminelen nog steeds rondlopen. En die zorgen gewoon voor heel veel problemen in de leefomgeving van mensen. Bendes die over de straten trekken? Nou, ja, het klinkt er heel, probeer het even voor te stellen. Ja, die worden dus meteen rond. Ja, die worden meteen dus opgepakt. Maar waar je heel concreet aan kan denken is uit eten gaan in een restaurant. Nou, daar kan je in China soms nog heel ernstig ziek van worden. Omdat er gesjoemeld is met bijvoorbeeld de olie die wordt verwerkt in het eten. Want die worden in underground workshops gemaakt. Of je moet denken aan mensen die zich voordoen als iemand anders. En daarmee geld verdienen. In ziekenhuizen gebeurt dat. Of artsen. En daar wordt natuurlijk heel erg hard op ingespeeld. Om dat allemaal uit te bannen. Ja, misschien is het goed om even over te hebben waar ze het allemaal gebruiken. Want kunstmatige intelligentie is natuurlijk zo'n ongelooflijk breed begrip. Wat zijn alle projecten, gewoon mooie voorbeelden waarvan je zegt, nou ja, daar zijn ze in China goed mee bezig. Dat kan je nu al zien. Nou ja, het is inderdaad wel goed om daar verschillende voorbeelden van te noemen. Want wat we meestal terughoren in het Westen is gezichtsherkenning. En hoe dat ingezet wordt. Ja, over privacy de surveillance state. Maar er zijn ook hele mooie voorbeelden. Valerie die noemde al autonomous driving, waar ze vrij ver mee zijn. Wat trouwens op het gebied van zelfrijdende auto's wel interessant is dat China een heel pragmatische instelling heeft daarnaartoe. Wij kijken heel erg van die software en die moet zo goed zijn dat er geen ongelukken meer mee gebeuren. Terwijl ze in China veel eerder zeggen van als er minder ongelukken mee gebeuren dan als mensen zelf rijden, dan vinden we het eigenlijk al goed genoeg. Want dan als het beter wordt, wordt het beter. Ja. Dus daar is wel een andere insteek. Nou, facial recognition, gezichtsherkenning wordt ook toegepast voor betalen. Alipay heeft facial recognition. Ja. Een soort van tablets die je tegenwoordig in de kleinste convenience stores al ziet staan. Je kijkt de kassa aan en de kassa zegt dat is goed, dank u wel. Je moet nog even een verificatie doen met je telefoonnummer. Er zit nog wel een twee-staps verificatie in. Maar dat zijn ze al heel erg sterk aan het uitrollen. Wat je ook ziet is voice recognition, de stemherkenning. Er zijn verschillende bedrijven zoals iFlyTech, maar ook Xiaomi, Baidu en Alibaba. Die hebben allemaal hun eigen speakers, smart speakers. En ik las daar recent een heel erg interessant stuk over. Want er is een groot gedeelte van de mensen die op het platteland leven. Wat Valerie ook al zei, waar de achterstand toch nog wel groot is. Die niet kunnen omgaan met een computer of met een smartphone. Omdat ze geen pinyin, zeg maar, het fonetisch uitgeschreven Chinese spraak in kunnen typen. En die willen eigenlijk het liefst, willen ze gewoon hun Chinese tekens tekenen. Ja, dus ze kunnen dus onvoldoende omgaan met een computer. En de verwachting is dus van als we die mensen nou een smart speaker geven, dan kunnen zij ook op een gegeven moment gaan deelnemen in het internet. En dat zou hun levensstandaard ook moeten verhogen. Maar wat je ook ziet, is dat er bijvoorbeeld beeldherkenning in de medische sector, dat er een zwaar tekort is aan medische kennis op het platteland. En dat als je artificial intelligence in kunt zetten om een minder geschoolde arts te assisteren bij het herkennen van medische problemen, dat je daar de medische zorg op het platteland gewoon enorm mee kunt opkrikken. En dat is een beetje het jammere. Dat zijn dan verhalen die we dan meestal niet horen. Zijn dit dingen die nu al bestaan? Of zijn dit dingen waaraan gewerkt wordt die misschien in 2030 er zullen zijn? Nee, er wordt aan gewerkt. En wat de overheid heeft gedaan, die heeft eigenlijk gezegd tegen de drie grote internetbedrijven, Baidu, Alibaba en Tencent, van jullie hebben allemaal een aandachtsgebied. Dus Baidu ga je met name richten op autonomous driving. Tencent ga je richten op medical AI. En Alibaba ga je met name richten op smart cities. Dus de overheid die geeft ook een beetje richting aan de techbedrijven. Het zijn echt zelfstandige bedrijven die precies de kant op gemanipuleerd wordt waar de overheid ze graag wil hebben in die drie domeinen. Ja, uiteindelijk luisteren ze toch wel heel erg goed naar wat de overheid aangeeft. Ja. In de medische sector is een heel concreet voorbeeld van Tencent bijvoorbeeld. Daar heb je een app die heet Tongsumi. En daar worden artsen geholpen door 700 verschillende ziektes te kunnen vaststellen bij mensen. Ja, ik denk dat dat ook heel interessant is. Wat Ed ook al zei, het wordt makkelijker omarmd in China. Het is echt trial and error. We gaan gewoon kijken wat het doet. In Nederland denken wij een beetje vanuit een risico-averse houding van ja jongens, ik ga me toch niet door een machine laten voorlichten. Maar je moet je voorstellen dat die mensen vanuit een heel ander startpunt komen. Dus minder ontwikkelde medische zorg. Dus wat dat betreft. En een ander mooi voorbeeld wat ik heel leuk vind ook om te noemen is de agri-sector. Want facial recognition wordt in China ook veelvuldig ingezet om koeien en varkens
in gezichtsherkenningen voor koeien en varkens. In de smiezen te houden. En daar bedoel ik mee. Ja, daar bedoel ik mee. Je moet je voorstellen, over het algemeen zijn zulke veehouderijen op veel grotere schaal in China. Dus daar zijn boeren zijn gewoon 50 tot 100 kilometer per dag aan het afleggen om langs al die dieren te gaan, om maar te kijken hoe het met ze gaat. Want je hebt nu die varkenspest. Nou, dat is ontstaan doordat er gewoon te weinig controle is op die dieren. Want je ziet aan dieren of ze ziek worden, hoeveel ze eten. Nou, en al die combinatie van die data, gecombineerd met een foto iedere zoveel minuten van het gezicht, van die kop van dat beest, toont aan van oké, het gaat goed met hem of er is wat mis. En dan kunnen ze veel sneller een ziekte detecteren en dus ook voorkomen dat er besmetting plaatsvindt. Ze kijken dus inderdaad echt naar de gemoedstoestand, kan je zeggen, van het dier. De emoties van het beest. Ja, ik weet niet of je bij dieren van emoties mag spreken. En bij dieren zal privacy misschien niet zo gevoelig zijn, maar dat is natuurlijk wel iets waar we het toch over moeten hebben. Want ik denk, er hangen allemaal van die camera's overal in de stad. 200 miljoen las ik ergens, waarvan 10%, dus dat zijn er 20 miljoen, een chip hebben om gezichtsherkenning te doen en GPS-locatie van iedereen in de gaten te houden. Wat doen Chinezen überhaupt niet aan privacy? Of weten ze niet dat het bestaat? Of hoe werkt dit? Ja, ik denk dat de privacy überhaupt anders wordt geïnterpreteerd. Maar eerst even een punt over die aantallen. Want die worden altijd zo gebombardeerd. Hè, van jongens, ja, zo. Ik zei ze zo stellig als het lukte. Ja, maar kijk, China is ook 220 keer Nederland. En als je hier over de straten rijdt, niet om het te bagatelliseren, maar even om bewustwording. Ook hier word je in de gaten gehouden door middel van camera's. En ook hier heb je discussies van, hey, wij willen camera's gebruiken om filevorming tegen te gaan. Maar god, de Belastingdienst is toch ook wel geïnteresseerd in die beelden. En dat is ook een discussie die continu plaatsvindt. Maar onze wet en regelgeving, omtrent privacy bijvoorbeeld, is dusdanig scherp dat je daar weinig ruimte hebt voor. Laten we zeggen voor. Om dat soort dingen te doen, zoals het volgen van auto's op de snelweg. Bijvoorbeeld, ja. Terwijl die camera's er wel hangen. En in China, toch, als je zegt, dan China is heel groot, maar dit is natuurlijk, die camera's hangen niet op het platteland. Die hangen wel in de, weet ik veel, ook de 100 grootste steden. Hoor. Ja, hangt dat hele platteland ook vol? Ja. Overal waar je loopt. En dan is het wel een soort verdunning. En weet je hoe de Chinezen dat zien? Die zeggen van, geef mij maar een veilige leefomgeving. Mij treft geen blaam. Ik heb niks te verbergen. Ik ben een goede burger. En dat is ook al een heel ander startpunt. Wij zijn heel individualistisch. Wij hechten enorm aan onze privacy. Wij vinden het heel erg belangrijk dat wij vrijheid hebben om te doen en laten wat we willen, zonder dat iedereen ons in de gaten houdt. En de Chinezen staan van jongs af aan in een hiërarchische maatschappij, waarin ze een klein onderdeel zijn van een collectivistisch groter geheel. En het belang van de groep is daarin belangrijk. En jij hebt gewoon eigenlijk de opdracht gekregen van je docenten, vroeger van je ouders, om je te gedragen binnen een bepaalde sociale orde. En als je dat goed kan, dan ben je een goede burger. En dat betekent dus dat je goed voor de mensen om je heen zorgt. Dat betekent dat je geen schulden mag hebben. En mensen worden nog steeds niet geconfronteerd op welke wijze ook met de negatieve gevolgen. En ik chargeer natuurlijk hier, want er zijn altijd mensen die er anders over denken. Maar het gros van de Chinezen ziet alleen maar de positieve gevolgen. Namelijk dat al die criminelen, 300.000 die los rondlopen, die worden gepakt. En hun wereld wordt daardoor veiliger. Is er helemaal geen kritiek? Nou ja, er zijn een aantal dingen om nog even iets toe te voegen op wat Valerie zei. Het is wel heel erg leuk als je kijkt naar het Chinese woord voor privacy, dat is yinse. En dat betekent in principe persoonlijke geheimen. Dus daar zit al iets in, iets heel negatiefs zit daar eigenlijk in. Er is zeker wel kritiek. Er is niet zo gek veel kritiek op de data die de overheid verzamelt. Want elke Chinees die heeft zelfs in een archief hebben ze een envelop. En mijn vrouw is Chinees, die heeft wel eens een keer een document daaruit moeten halen toen ze migreerde naar Nederland. En daar zaten zelfs in die envelop zaten haar cijfers op de lagere school zaten in die envelop. Dus men is gewend dat er heel erg veel data gebruikt en verzameld wordt door de overheid. Maar ja, wat Valerie zei, het is. Het doelheiligt de middelen daarin voor een betere, veilige leefomgeving. Het ligt anders als je kijkt naar de private internetbedrijven als een Alibaba en een Tencent en een Baidu. Daar zie je juist dat de consument steeds kritischer wordt op wat er van hun verzameld wordt, of hun data wordt doorverkocht, wat er met hun data gebeurt. Maar dat is meer op misbruik van hun gegevens. Want zodra je in China, als je een simkaart koopt en je steekt die in je telefoon, dan binnen een half uur dan heb je al 10 berichten gehad van allerlei real estate bedrijven.
bedrijven die je van alles willen verkopen. En je wordt continu gebeld door allerlei telemarketingbedrijven. Dus er wordt heel erg veel verhandeld daar. En je ziet dat allerlei schandalen op het gebied van datalekken en datamisbruik, dat de consument daar steeds kritischer in wordt. En dat de Chinese consument eigenlijk de internetbedrijven niet vertrouwt, maar de overheid veel meer. Ja. Terwijl dat wel een beetje door elkaar heen loopt altijd. Je beschreef net al met de overheid heeft 3 grote bedrijven en die hebben ze alle 3 zo hun opdrachten gegeven. Dus de overheid en het bedrijfsleven loopt daarin door elkaar heen. Maar voor de burger, / consument, niet? Ja, nou kijk, nogmaals, het heeft te maken met waar worden die gegevens voor gebruikt. Hè? En als ze zien van nou de overheid die gebruikt dat. Mag. Telemarketing liever niet. Inderdaad. Ja. Maar wat ook mag, mijn leven vergemakkelijken. Een mooi voorbeeld vind ik gewoon het gebruik van WeChat. De super app waarin werkelijk waar Booking.com, Deliveroo, you name it, Tiki, alles zit daarin. Dus dat is bij uitstek de grote data verwerver. Maar wat ze daarmee kunnen doen is ongelooflijk. Je hebt inmiddels smart dressing rooms, waar dus vrouwen die gaan shoppen, die lopen langs een etalage en zien zichzelf al in een outfit in de etalage. Zonder dat ze een hok in hoeven om alles uit te doen gedoe. Dus ze kunnen al helemaal op basis van hun figuur en alles wordt doorgemeten. En dan kan dus dat apparaat op basis van je expressie op je gezicht, kunnen zij dus bepalen van oké, je vindt het wat. Volgende of je vindt keer het niks. Gaan we iets anders aanraden. Ja, en dat is dus ook iets, hè? Discount, korting. Loop jij daar over straat langs een etalage? Je beschrijft het alsof je het ook een heel goed idee vindt. Nou, ik vind het vooral, ik vind het heel fascinerend om te zien hoe consumenten hier naar kijken in China. Hè? En dat is ook iets wat we ons continu moeten blijven realiseren. Zij komen vanuit een andere achtergrond. En het zijn vaak mensen die pas recentelijk tot de middenklasse zijn doorgedrongen en opeens geld hebben om ook een beetje van het leven te genieten en leuke dingen te doen, waaronder shoppen. En als je dan met een kortingsvoucher wordt gefetteerd, dan geef je maar al te graag wat extra data weg. Dat is trouwens hier in Nederland natuurlijk niet anders. En dat wou ik je eigenlijk net ook al voorleggen. Want er is hier natuurlijk in Nederland ook het standaard antwoord. Maar ik heb toch niks te verbergen? Dat is in Nederland ook. Dat blijkt erg op wat je net voor China beschreef. Ja, vind ik toch anders. Ja, waar zit het verschil in? Nou, ik denk wat jij ook zegt, Ed, de overheid, de positie of de rol van de overheid in China is echt een andere. Hè? Je hebt een heel mooie uitspraak die heet Aimin Zhuzi. De overheidsofficials moeten zorgen voor hun onderdanen als voor hun kinderen. Dat geeft al zoveel aan. De overheid is je vader, is je familie. Zij weten wat goed voor jou is. Daar zit echt een. En natuurlijk, nogmaals, ik chargeer weer. Hè, want er zijn tegenwoordig steeds meer Chinezen die daar echt anders naar kijken, die ook in aanraking komen met onze invalshoeken van deze discussie. Maar het gros van de Chinezen ziet de overheid in die rol. En dat betekent dat ze die overheid vertrouwen. Nou, ik geloof niet dat wij met z'n allen hier op die manier naar onze overheid kijken. Wij hebben continu kritiek. En vind het heel belangrijk dat we daarin onze eigen bewegingsvrijheid hebben en niet getrackt worden op welke manier dan ook. Ja. Dus die, ik hou toch maar even vol, die 200 miljoen camera's die daarop hangen. Is daar discussie over in China? Want dat is vader die de hele tijd meekijkt. Nee, ik denk dat het heel erg meevalt in de praktijk, wat Valerie al zei. Want men ziet dat toch echt als het verbeteren van de veiligheid. Het is wat je ook al zei, het is ook zo dat niet in elke camera zit zo'n gezichtsherkenningchip. Dus dat wordt in de westerse pers wordt ook vaak overdreven. Er is een journalist van de New York Times, Paul Mozoeg. Die is heel interessant om te volgen, want die schrijft heel erg veel over hoe dingen gepresenteerd worden als het in China, hoe technologisch het allemaal zou moeten zijn en geavanceerd. En dat het in de praktijk heel erg meevalt. Zo zie je ook vaak van die berichten over politieagenten en die hebben een brilletje op en die kunnen dan iedereen herkennen. Maar ja, dat werkt alleen als je recht voor ze staat, op een bepaalde afstand. Dus het is allemaal een stuk beperkter. Tegelijkertijd, ik denk dat het in China dus heel erg meevalt. Maar tegelijkertijd denk ik dat we er wel vanuit het Westen zo nu en dan kritisch naar moeten kijken. Zeker als je ziet wat er bijvoorbeeld in een provincie als Xinjiang gebeurt. Beschrijf eens wat daar op het ogenblik gebeurt. Nou ja, in Xinjiang zitten naar schatting tussen de 1 miljoen en 1,5 miljoen Oeigoeren zitten in opleidingskampen, heropvoedingskampen. En die worden ook continu gemonitord met allerlei gezichtsherkenningen. Dat hele deel van het land wordt gebruikt voor experimenten met
Ja, ja. In het Westen zouden we zeggen privacy schendingen. Ja, ja. Gewoon mensen wel de hele dag trekken of ze nou willen of niet. Ja, dus dat zijn wel hele, hele enge dingen. Maar nogmaals, wat wij er gebeuren ook goede dingen in het land. En er gebeuren hele akelige dingen. Ja, het is groot genoeg. We moeten een beetje de balans zien tussen wat er goed en slecht gaat. Kijk, het punt is uiteindelijk dat een technologie op zich is niet slecht. Het is hoe je hem gebruikt. En China gebruikt hem zowel op goede manieren als op minder goede manieren. Als zij hier zouden doen, wat ze daar nu zouden doen, zouden we daar in Nederland heel lang over discussiëren? Zouden we dan zeggen, ja, inderdaad, dat is toch wel goed? Of zouden we hier dan zeggen, nee, dit moet je je mensen niet aandoen? Nou, ik denk dat... Ik geef ook vaak lezingen op hbo's en universiteiten over het sociaal kredietsysteem. En een van de vragen die ik ook vaak van studenten krijg, van moeten wij hier ook zo'n systeem hebben? En dan is mijn antwoord normaal gesproken van, nou, we hebben het hier helemaal niet nodig. Want we hebben er geen behoefte aan. We hebben hele goede regulering. Consumenten worden door allerlei instanties worden goed beschermd. En dat is een fase die heeft China nog niet bereikt. Dus een hele hoop van dit soort toepassingen, ook in China, als je bijvoorbeeld hebt over het sociaal kredietsysteem, die zijn hier überhaupt niet nodig, omdat wij al veel verder zijn in die ontwikkeling. China heeft op dit moment wat sommige mensen een morele crisis noemen, omdat iedereen die probeert niet altijd op even nette manier rijk te worden, want ze weten van, nou, als ik heel erg eerlijk ben, ik ben het braafste jongetje van de klas, dan doe ik mezelf tekort, want iedereen om me heen... Als het hele land corrupt is, is het onhandig om zelf niet corrupt te zijn. Ja. Dus, en daar zijn juist dat soort systemen voor nodig, om mensen toch een beetje terug te duwen in het gareel en zich wat ethischer te laten gedragen. Nou, een mooi voorbeeld daarvan vind ik ook wel weer, want het is helemaal waar wat je zegt, dat sommige nieuwsberichten uit zijn verband worden getrokken. En het hangt ook heel erg vanaf waar je je bevindt in China. Ik vind een heel mooi voorbeeld. In Hebei is een app. Laolai Ditu heet die. Dat betekent zoiets als schuldontduikers. De map daarvan of de plattegrond daarvan. En binnen 500 meter radius kan je op je app zien wie er schulden heeft. Maar als die persoon er best wel goed uitziet en die heeft ook nog een Rolex om zijn arm, dan mag je die persoon even rapporteren bij de lokale overheid. En ik heb dat ook voorgelegd aan een aantal Chinezen die uit de grotere steden komen. Van jongens, hoe kijken jullie daar dan tegenaan? En in eerste instantie gaan ze ook heel hard lachen. Zeggen, nou, dat zou in de grote steden ook nooit meer kunnen. Dat gaat dus te ver voor die regio. Maar in een gebied in waar de economische standaard iets achterblijft op de grote steden als Shanghai en Beijing. Daar heb je gewoon een andere discussie. Maar maken ze zich dan toch niet zorgen dat er nu een experiment met zoiets in Xinjiang bijvoorbeeld gebeurt? En dat het daar heel goed blijkt te bevallen? En dat het over een tijdje, dan tot en met Peking aan toe. Ja. Dat zijn ze nu niet zo gewend, of in Shanghai, maar nou ja, dat het daar wel komt? Ja. Ik denk dat de overheid niet gek is. Die kijkt ook heel goed van, hoe voegt dit waarde toe voor ons, voor onze mensen binnen ons land. Maar if they push it too far, dan krijg je ook sociale onrust. En dat is nou eenmaal de grootste zorg van de lokale overheid. Dat zie je nu in Hongkong gebeuren. Nou, dat willen ze natuurlijk binnen hun eigen landsgrens al helemaal niet. Dus ik denk dat ze niet zo snel dat soort... systemen in bijvoorbeeld Shanghai gaan lanceren, waar mensen natuurlijk zeer internationaal zijn over het algemeen, veel meer in contact komen met andere perspectieven over op dit onderwerp. Ja, als ze dat doen, kunnen ze dat misschien maar heel langzaam die grens laten optrekken, denk ik dan. Nee, ik denk praktisch dat ze heel bewust kijken naar de verschillende regio's. Wat is waar nodig? En ja. Dus de toepassingen. En dan heb je het bijvoorbeeld over iets heel anders wat ze doen met AI. Is bijvoorbeeld in de grote schalige warehouses. Waar nu nog heel veel handen nodig zijn om 1001 dozen te verplaatsen. Dat gaat nu steeds meer automatisch middels AI. Nou, dat is daar nodig. Dat is in die regio nodig. Ik noemde net de agri-sector. Daar hebben ze toepassingen voor. In Hebei is dit dus blijkbaar een dilemma. Nou, dan gaan ze daarmee aan de slag. Maar dat wil niet zeggen dat ze het één op één zomaar kunnen kopiëren naar andere regio's in China. Ja, want wat wij ons vaak niet beseffen is... China is natuurlijk altijd de fabriek van de wereld geweest de laatste decennia. Maar de gemiddelde productiviteit in China is nog steeds heel erg laag. China is pas de laatste paar jaren begonnen met het zware investeren in robotica. En automatisering ook in productieprocessen. En waar China op een gegeven moment ook tegenaan gaat lopen, is het feit dat door de eenkindspolitiek de omvang van de beroepsbevolking gewoon sterk gaat afnemen. Dus zeker
nogmaals, wat Valerie ook zegt, voor de binnenlandse problematiek is artificial intelligence is gewoon een belangrijke oplossing. Want ze hebben straks niet meer voldoende mensen om het werk nog allemaal aan te kunnen en om de vergrijzende bevolking te kunnen onderhouden. Even dacht ik dat ik moest gaan vragen nog, maar dat heb je al helemaal ondergraven. Nou, of ze zich geen zorgen maken over verdwijnen van banen. Maar tegenovergestelde, ze hebben te veel werk, te weinig mensen. Nou, die zorgen zijn er overigens wel. Maar dat heeft meer te maken met dat niet opgeleide mensen achterblijven. Hè. Dus de industrie beweegt zich voor, ontwikkelt zich verder. En de traditionele vakmanschappen die zijn soms niet meer nodig. Dus daar is wel degelijk zorg. Er gaan ook, ik weet de cijfers niet, maar er gaan echt miljoenen mensen raken werkloos. Dus er zijn heel veel trainingen en herscholings mogelijkheden worden nu aangeboden om die mensen dus op nieuwe manieren in te zetten. Maar dat gaat ook niet over één nacht ijs. Nee. Ja, en vanuit dat perspectief is dat boek van Kai-Fu Lee, wat ik al eerder noemde, is ook wel heel erg interessant. Want die behandelt ook verschillende theorieën over wat er gaat gebeuren met het banenverlies. En een van zijn theorieën, en ja, ik zou het heel mooi vinden als hij gelijk gaat krijgen, is dat dus het soort werk wat wij doen, dat zal uiteindelijk moeten gaan veranderen naar banen die veel meer te maken hebben met menselijke kenmerken die niet door AI geïmiteerd kunnen worden. Bijvoorbeeld compassie en liefde. En dus hij heeft het heel erg sterk over, er moeten veel meer mensen in de zorg en in de kunst gaan werken. Dus mensen moeten uiteindelijk in de komende decennia een ander doel krijgen in het leven dan wat ze nu nog hebben. Dat is in ieder geval zijn visie. Ja, want dit is ook wel belangrijk wat je zegt. Je hebt veel Chinezen waar ik ook mee werk. En ik zie het ook altijd als ik in China ben letterlijk gebeuren. Mensen hebben een startpositie van wantrouwen naar elkaar als ze elkaar niet kennen. En dat zie je ook. Dat voel je gewoon. Als je met Chinezen mensen aan elkaar introduceert, dan zijn ze eerst een beetje terughoudend. En dan willen ze eerst maar eens eventjes kijken wat voor vlees ze in de kuip hebben, zeg maar. En wij hebben dat. Wij kennen dat veel minder. Hè. Wij gaan zonder dat we enige vorm van een relatie hebben of een achtergrond, gaan we zakelijk bijvoorbeeld met elkaar in zee. En in China is het heel belangrijk dat je dus je guanxi, je relaties opbouwt. En vanuit daar bouw je dus vertrouwen. En dit is dus ook, kom ik weer terug op AI. AI helpt ook dus om dat wantrouwen weg te nemen. Hè? Want je weet op een gegeven moment dat iedereen een soort van gemonitord wordt en dat de boeven er al niet meer zijn. En dan kom ik weer op het punt veiligheid. En dan mooie is het utopie, cirkeltje rond. Ja, zo gaat het. We hebben al heel even het sociaal kredietsysteem aangestipt net. Daar gaan we niet heel veel over zeggen vandaag verder meer. Tenzij jullie daar heel prangend iets over willen zeggen. Maar er komt binnenkort nog een hele aflevering speciaal alleen maar over het sociaal kredietsysteem. Mooi. Ja, want dat is we kunnen natuurlijk wel even erbij doen, maar dat is zonde. Maar of zijn er nog dingen van je zeggen, ja, maar dat sociaal kredietsysteem, dat nou, moesten we echt nog benoemen. Nou, het is goed dat daar binnenkort dan meer aandacht aan wordt besteed. Want er zijn heel veel misverstanden over. En mensen die daar meer op willen weten, ga zeker ook eens een keer op onze website kijken, chinatalk.nl. Want we hebben de verschillende artikelen en lezingen overstaan. Maar in relatie tot AI, wat ik erover wil zeggen, is dat het beeld vaak gecreëerd wordt, net zoals over een aantal andere zaken die we besproken hebben, dat het heel erg geavanceerd is. En dat het sociaal kredietsysteem allemaal op die camera's is aangesloten en op social media. En dat als je iets verkeerd zegt op social media, dan ga je punten omlaag, alsof er een puntensysteem zou ontstaan. Maar daar gaan we het dan binnenkort misschien een keer over hebben. Maar dat is allemaal niet het sociaal kredietsysteem is eigenlijk opmerkelijk low-tech. Het is eigenlijk gewoon, het grootste gedeelte bestaat uit een serie zwarte lijsten waar je opkomt of afkomt op basis van het niet betalen van een gerechtelijke boete die is opgelegd. Er zijn wel, op lokaal niveau zijn er verschillende experimenten, zoals bijvoorbeeld in Shenzhen. Daar is een zebrapad en als je daar overheen loopt. Ja. Wereldberoemd inmiddels. Ja. Wereldberoemd inderdaad. Zat volgens mij ook in het programma van Ruben Tello. En dan wordt gezichtsherkenning toegepast en dan wordt naming en shaming wordt daar toegepast. Maar dat is niet per definitie iets wat naadloos is aangesloten op het sociaal kredietsysteem. Het sociaal kredietsysteem in een aantal plaatsen waar wel puntentelling wordt toegepast, dat lijkt ook veel meer op het oude communistische systeem, dat je een soort van wijkwacht had, die eigenlijk op een stukje papier bijhoudt wie zich wel en niet goed gedraagt. Die zetten ook streepjes achter die naam of haalden die weg. Inderdaad. Dat doen we aan het eind van de podcast altijd. Even terug naar de vraag waar we mee begonnen. Dat was, moeten wij ons hier zorgen maken over Chinese kunstmatige intelligentie? We hebben het heel erg over China gehad. Daarom is het des te beter dat we nog even teruggaan naar die vraag. Gaan wij daar hier iets van merken? Dat ze in China die ontwikkeling, die dominantie die ze daar wilden hebben. Valeria, zijn het al, ze richt zich vooral op hun interne markt, hun eigen problemen. Ja, vooralsnog wel. Gaan wij er hier iets van merken in de komende 5 à 10 jaar?
Nou, wellicht dat ik heb bijvoorbeeld klanten die zaken doen in China en die krijgen te maken met scam. Dan moeten ze geld overmaken naar een bepaalde rekening en dan is de rekening gewisseld. Dat is een heel bekend corrupt probleem. En daar wordt hopelijk met aanscherping van dit soort processen wordt daar iets aan gedaan. Want dat is natuurlijk heel vervelend. Er staat opeens 5 ton op een verkeerde rekening. Dat is heel naar. Die je niet meer terug kan vinden. Maar ik geloof niet dat wij hier direct de invloed in ons straatbeeld zullen ondervinden van de AI-ontwikkeling in China. Maar misschien ziet Ed dat anders. Grotendeels ben ik het met je eens. Tegelijkertijd zie je dus wel dat China bijvoorbeeld ook gezichtsherkenning technologie aan het exporteren is naar andere autoritaire regeringen in verschillende landen. Ik geloof gisteren was Servië nog op het nieuws, die ook technologie afneemt in China. Wat daarnaast belangrijk is, is dat als je kijkt naar dataverzameling en datagebruik, is dat altijd redelijk beperkt geweest, omdat China zijn eigen apps en zijn eigen websites en dergelijke had. Nou, er zijn heel weinig mensen die buiten China WeChat of Weixin gebruiken. Er is ook geen enkele reden ervoor om dat buiten China te doen. Binnen China is het fantastisch wat Valerie al vertelde. Buiten China heb je er heel weinig aan. Tenzij je contact wil onderhouden met Chinese kennissen en familie. Maar wat we wel zien is dat er een paar jaar geleden voor het eerst een Chinese app, TikTok, dat is Douyin in het Chinees, is dus super populair geworden. En de meeste mensen die weten niet eens dat TikTok een Chinese app is. En er zijn ook wel vraagtekens bij van wat gebeurt er uiteindelijk met de data die daar allemaal verzameld wordt natuurlijk. Dus zeker binnen, als ik specifiek kijk naar Nederland, ik denk dat wij kunnen leren van dingen die daar ook ontwikkeld worden, die wij misschien hier ook kunnen toepassen. Ik denk dat het gevaar redelijk beperkt is, maar ik denk wel dat we opletten moeten blijven voor wat er aan onze kant op komt. Komen we aan het eind van de China-podcast voor deze keer. Dank aan mijn gasten Ed Sander en Valerie Hoeks. De podcast wordt mogelijk gemaakt door het Leiden Asia Center. Je vindt al onze podcast op alle plekken waar je altijd je podcast vandaan haalt. En kijk anders even op bnr.nl/China-podcast. Wil je reageren? Mail dan naar podcasts@bnr.nl. Tot over 2 weken. Dankjewel.